Veiligheid is van belang voor de samenleving. Maar wat wel eens uit het oog verloren wordt, zijn de gevolgen voor de gezinsleden, de partner, kinderen en voor de ouder. Wat kunnen we doen om risico's zoveel mogelijk te beperken? Apply Opleidingen en Advies verzorgt veiligheidsopleidingen en biedt advies aan voor bedrijven als het gaat om het veiliger maken van werkomgevingen. Rob van der Wallen vertelt welke rol veiligheid speelt als het gaat om de duurzaamheid binnen een bedrijf. De relatie tussen duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Is het niet zo dat arbeidsveiligheid impliceert dat ik 's avonds veilig en gezond weer terug thuis kom bij mijn partner? Misschien zou je ook kunnen zien dat de relatie werkgever-werknemer ook een vorm van duurzaamheid in zich houdt. Het is heel makkelijk voor een bakker. Als hij een brood bakt en komt zwart uit de oven, dan gooit hij het weg en bakt hij een nieuw brood. Als je als veiligheidskundige een foutieve inschatting maakt, komt die partner niet meer thuis. Dan denk ik dat de gevolgen vele malen erger zijn. De belangrijke factoren als we kijken naar bedrijfsveiligheid, dat zijn eigenlijk de basisrisicofactoren. Heel vaak zijn wij geneigd om te denken in oplossingen. Wij als veiligheidskundigen denken in basisrisicofactoren. Dus wij proberen het bij de bron aan te pakken en dan vervolgens pas te denken in oplossingen. Heel vaak zijn wij geneigd, als we kijken naar onszelf, om te denken in beheersmaatregelen, in persoonlijke beheersmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen. Heel vaak denken we van in de vorm van we gaan een helm dragen, we gaan een veiligheidsschoenen dragen. Maar we kijken nooit naar de bron. Want als ik het bij de bron aanpak, heb ik al die middelen niet nodig. Wanneer zien wij een dodelijk ongeval op de voorkant van het land staan? 49 mensen die 's avonds niet thuis kwamen. Op macroniveau, op politiek niveau, in grote organisaties, is dat geen onderwerp dat elke minuut op de agenda staat. Hoe kan iemand specifiek opgeleid worden? Je moet dat eigenlijk zien al in de vorm van een rijbewijs. Elk rijbewijs is anders. Vergelijk dat met elk bedrijf. Binnen Nederland kennen we verschillende diversiteit aan bedrijven. We hebben een bakker, we hebben een accountantkantoor. De basisbegrippen zijn voor iedereen hetzelfde. De systematiek van het zoeken naar de basisrisicofactoren is eigenlijk voor elke branche gelijk. Op vlak van veiligheid denk ik dat het essentieel is, niet alleen nu, maar zeer zeker ook in de nabije toekomst, dat het thema arbeidsveiligheid een vast item wordt op de agenda van elk MT. Een veiligheidskundige kan daar een MT of een MKB'er op een goede manier in adviseren, zodat we met z'n allen erin slagen om het steeds beter, steeds veiliger te gaan maken.